Chesso, welkom bij een nieuwe video hier op mijn kanaal Chesso. Vandaag ga ik jullie mijn test laten zien, want je ziet dat ik hier level 307 ben op dit moment. Dus, voordat deze video begint, en je alvast je comment gaat schrijven van oh, je bent een low life. Ik heb veel gespeeld inderdaad, maar alsnog, het is legit gehaald. Niet dat je denkt dat ik zo'n hacker ben, zoals heel veel mensen in deze game die hun stats... Wat is het eigenlijk? Ze kopiëren het zoiets of zo. Ik heb alles legit gehad. Je kan natuurlijk zien als je nieuw bent aan mijn oude video's waar ik zie dat ik level 100 ben, et cetera. Dus, ik gebruik deze video geen greenscreen, omdat je dan soms dingetjes niet goed kan zien. Vandaar dat je mijn rest boven in het beeld ziet met zo'n klein mooi vierkantje in ieder geval hier om mij heen. Dus, we gaan gewoon beginnen met onze stats. Die natuurlijk bij Barack staan. Hier zo, met de normale dingen. Ik ben op dit moment Prestige Master level 307. Jullie kunnen al een paar dingen zien natuurlijk. Ik heb in totaal 69.248 kills. Dus bijna 70.000 kills. 1129 wins. Ik heb een kill death ratio van 2.22. En ik heb toevallig eergisteren heb ik mijn oude stats video teruggekeken. Daar had ik een KD van 2.06. Dus hij is natuurlijk wel flink omhoog gaan. Win lose nog steeds maar 1. Omdat je teammates jongens, laten we het maar niet over mijn teammates hebben hier zo in Black Ops 3. Of ze zitten te glitchen in Splash, of ze doen gewoon helemaal niks voor mijn team, voor mijzelf. Moet ik alles in mijn eentje doen en dat kan natuurlijk niet. Als je Domination speelt, kan je niet in je eentje met 8 vlaggen steeds capturen winnen. Maar, ik heb een score per minute van 571, wat best wel hoog is trouwens. En als we naar het leaderboard gaan kijken hier zo, en naar Al gaan doen... Zie je mij staan op plek 2232, wat best wel decent is. Natuurlijk, ik weet niet of deze mensen allemaal legit het hebben gehaald. Ik denk het niet, maar als we dan naar de top gaan. Top. Kijk, dit is natuurlijk allemaal nep. Dit klopt niet, want je kan niet level 40 zijn, prestige 0 en dan bovenaan staan. Maar hier staat ergens Doom the Race. Hier zo, daar staat hij. Dit is het account wat wel echt legit is, dus fucking lekker gedaan. Maar daar gaan we niet voor. We gaan eerst kijken naar mijn mails hier zo. Nou, ik heb niet heel veel speciale dingen gehaald. Zoals je ziet, 31 stick medals. 3712 Sapphire medals of zo. Dus kill an enemy who was injured a teammate. Dus ik bijvoorbeeld. Ik kill een enemy die bijvoorbeeld op mijn teammate schoot. Ja, zo makkelijk kan je het uitleggen. Maar laten we gewoon even naar de grote medals kijken. Zoals kill chain. Ik heb 5 kill chains gehaald op dit moment. Waaronder waar één calamity medal in zat. En dat is natuurlijk best wel relaxed. Dat ik er al 5 heb. En hier heb ik er wel echt super veel van. 10.000 Avenger kills. Dus ik kill an enemy who recently killed a teammate. Dat is natuurlijk gewoon makkelijk. Ik heb dus 4 kill chain chokes. Dus 4 ultra kills. En dat hadden dus eigenlijk bij elkaar 9 kill chains kunnen zijn. Als ik ze niet had gechoked. Maar je weet, je choked best wel veel. Hier mega kill. Die heb ik al iets vaker gehad. Dat zijn er 7. Dus moet je nog 2 kills. Had ik de kill chain natuurlijk. Zoals je ziet hier 11.000. Jump shots, dat komt natuurlijk dankzij mijn controller. En de mensen vroegen waarom ik een scuff gebruik op dit moment. Ik heb bij mijn scuff een EMR zitten. Waardoor dit knopje hier zo springen is. En dit knopje is reloaden. En dat is natuurlijk ziek chill, want dan hoef ik gewoon, druk ik hierop en dan reload die. Dus ik heb hier nog steeds mijn dark liggen. Die gebruik ik ook wel als bijvoorbeeld deze opeens doodgaat. Of als ik GTA ga doen, gebruik ik altijd mijn dark. Dus ik vind allebei nog steeds goede controllers, zo niet. Maar ik gebruik op dit moment eventjes mijn scuff. Voor de mensen die dat even wouden weten. Moeten we even naar de grote medals gaan zoals de nuclear. Zoals je ziet hier 12 nuclears gehaald. Dat hadden er 15 kunnen zijn. Want ik heb dit weekend echt ziek maar leuk. Echt ziek veel gechoked. Echt, dat is ongelooflijk. Ik kan een dubbele nuclear kunnen halen op Skyjack. Bedenk dat even. Een dubbel nuclear en ik choke ze allebei gewoon. Who the fuck, Chesto? Maar ik heb 68 unstoppables. 69 had mooier geweest. Ik heb 65 20 streakjes gehaald. En 29 keer dus een brutal. Ik heb dus gewoon 29 nucleairs. Of 12 nucleairs gehaald. En 17 nucleairs gechoked. Stupid me natuurlijk. Nou, je 3972 blue thirsties. 704 mercilesses. En 190 ruthlesses. Dat is verder niet echt speciaal. Hier heb je allemaal specialist dingen. Even kijken waar ik de meeste van heb. Dat moet sowieso van de site staan. Ik weet alleen even niet. Ja, ripped up hier. Kill 3 more enemies, rapidly with the side. Ja, dat is allemaal gewoon normaal. Hier heb ik echt niet heel veel. Dit zijn, wat zijn dit? Game modes. Nou, daar heb ik er sowieso van 10 damage het meest, maar die zijn er niet.
Assault natuurlijk. Doe ik een domination object bij force. Dat betekent dat ik een vlag aan het capturen ben terwijl ik op iemand schiet bijvoorbeeld. Maar, ja, wat kunnen we nog meer laten zien? Ik ga jullie even mijn wapens laten zien. Zoals je ziet heb ik 14.300 kills precies. Nee, precies heb ik voor deze opname gedaan. Nee, grapje. Heb ik kills met de Cuda gemaakt. Ik heb een KD van 2.01 ermee. Dat is best wel lekker. Ik heb er 1002 headshots mee en ik heb een accuracy van 25%. Dus ik heb aardig wat misgeschoten. Wow, what the fuck, Chesto. Hier zo. M87. 9720 kills. KD van 1.83. 912 headshots. En 30%. Gaan we naar de VMP. 6549 kills. Net geen 2 KD. En 423 headshots. Maar nu. Dit is op dit moment echt mijn favoriete wapen. De KN44 met een silencer en een stok erop. Subliem gewoon op de nieuwe maps. Ik heb er ook daarom 6673 kills mee. Een KD van 2.3. Ik heb er maar 374 headshots mee. Maar maakt niet uit. Want dit wapen heb ik te vaak gebruikt gewoon. Ik ga nu ook echt met die KN gewoon spelen. Zoals je ziet. Wat is mijn slechts gebruikte wapen? Hier, Black Shell heb ik niet eens gebruikt. De 84 Dredge heb ik wel een paar keer gebruikt. De Fist. Dat zijn gewoon je vuisten dus. Nou, daar heb ik een heel slecht KD mee. Dat komt door Gun Game. Combat Knife heb ik ook heel weinig gebruikt. SMG 100 bijna nooit. P06 heb ik toen één keer voor die video voor jullie gebruikt. Maar de Gorgon hier zo. Ik heb heel veel haat gegeven op de Gorgon. Maar dat ding is zo chill, jongens. Echt, holy shit. Echt, het is echt een heel chill wapen. Nou, de Specialist hier zo. Deadly Special natuurlijk. De Sight. 4295 kills. 612 keer gebruikt. En een kill per use 2.66. Dus ik krijg wel iets meer kills. Dan naar de Annihilator, de Purifier, Ripper, Tempest. Ga maar door. Mijn Wraith is mijn deadly score streak. Ik heb het meest gehaald natuurlijk een UAV. Die heb ik 5038 keer gehaald. Ik heb 19.760 assists mee. En een assist per use van 3,93. Daarna de counter UAV die ik 1350 keer heb gehaald. En de Hater die ik 645 keer heb gehaald. Daarna de Wraith met 557. Maar that's it. Ik gebruik wel eens een granaat zoals hier zit, de Semtex. Die heb ik dus 1576 keer gegooid en 225 keer iemand gekild. Maar dat waren mijn stats, jongens. Ik hoop dat jullie ervan genoten hebben. Laat even je blauwe duimpje omhoog achter. Als we 90 likes kunnen halen, zou ik dat heel erg waarderen. Dus laat nu je blauwe duimpje omhoog achter. Abonneer als je dat nog niet hebt gedaan. En dan zie ik jullie bij de video van morgen, jongens. Doei!